Yeah. Nou, Marielle. Ja. Ik heb wel eens gehoord dat Utrecht een moeilijk publiek is. Maar ik heb zelden een beter publiek meegemaakt dan dit publiek bij Seeds to Meet te Utrecht. Dit is de absolute top wat we hier in ons gezelschap hebben. Ja. Welkom bij een speciale aflevering van Fast Moving Targets. We zenden uit vanuit Seeds to Meet in Utrecht, omdat Seeds to Meet 10 jaar bestaat. Een belangrijk dingetje is, de mensen hier weten natuurlijk allemaal wat Seeds to Meet is en doet. Niet iedereen thuis weet dat, dus we moeten toch altijd even een klein beetje bij de basis beginnen. In mijn beeld is het een bijzonder bedrijf, gemaakt door mooie, bijzondere mensen. Het gaat heel vaak over nieuwe manieren zoeken van samenwerken, van kennis delen. Ook nieuwe manieren zoeken van waarde creëren. Ik heb eventjes de trefwoorden opgeschreven die voor mij bij Seeds to Meet horen. Sociaal kapitaal, waardenetwerk en serendipity. Daar gaan we, dat wordt een beetje de rode draad van het komende uur. Samen doen wij de uitzending, Marielle. Maar ja, jij bent een van de twee grondleggers van dit geheel samen met Ronald van Dolf. Dus als ik aan jou vraag en jij op feest en partijen moet zeggen wat Seeds to Meet is, wat zeg jij dan? Ja, eigenlijk zeg ik dan altijd dat wij bouwen, en dat doen we dus nu al ruim 10 jaar, 12 jaar geleden, begonnen aan het creëren van een nieuw speelveld waarop mensen op een andere manier waarde kunnen creëren met elkaar. Eigenlijk is daar de essentie in dat we proberen onverwachte ontmoetingen tot stand te brengen. En daar bouwen we eigenlijk alle randvoorwaarden omheen. En het effect is dat over het algemeen heel goed lukt. En dat mensen binnen dat ecosysteem van verbonden mensen, ja, erin slagen om successen te boeken. Ja, maar als je die uitleg doet, hè, als dat de korte pitch, krijg je toch nog steeds een beetje blikken die mensen denken van, ja, maar wat is dat nou? Nee, want jij hebt net al de rest verteld. Ja. Dus ik dacht, ik hou het kort. Ja. Maar dat concreet vertaalt zich dat in fysieke ruimte. En eigenlijk overal waar mensen elkaar zouden kunnen ontmoeten. Dat soort plekken nodigen wij uit om aan te sluiten bij dat ecosysteem van verbonden mensen. Eigenlijk zijn dat plekken, dat zijn op dit moment 218 locaties in de wereld, in 28 landen. Plekken die zich kenmerken doordat ze willen investeren in sociaal kapitaal van mensen. Dat is eigenlijk je noemde het net al even. Maar dat betekent zoveel als dat je bereid bent je open te stellen voor een ontmoeting met iemand anders. Je kennis te delen, je talenten te delen. En over het algemeen zijn mensen dan prima in staat om met elkaar te bouwen aan een concrete business, concrete nieuwe projecten op te tuigen. En vandaag hebben we eigenlijk een hele selectie van mensen uitgenodigd, ja, die dat ook zullen gaan vertellen, ja, en wat ze dan allemaal zo al doen. Jij leidt mij langs al die mensen. En af en toe zal ik jou nog eventjes een vraag over jouw visie op jullie onderneming, jullie organisatie, jullie beweging. Mag je eigenlijk wel zeggen, vragen, denk ik? Ja, oké, dat doe ik dan af en toe. Maar laten we gewoon beginnen. Vertel mij wie onze eerste gast is. Ja, wie anders dan meneer Aslander. Martijn, echt een van de ambassadeurs van het allereerste uur. En super dat je er bent. Ik hoef je eigenlijk ook verder volgens mij niet te introduceren. Nou, dat zeg jij, hè? Maar ik was hier vanmiddag, ik kwam binnen en er zat iemand aan de tafel. Wie is dat? Je leek precies op Martijn. En je stapte zo naar hem toe. En Martijn had vandaag ook een event ergens anders. Ja. Ik zeg, zit je niet op de verkeerde plek? Hij zei, hoezo op de verkeerde plek? Ik zeg, heeft iemand wel eens tegen je gezegd dat je op Martijn Aslander lijkt? En hij zegt, wie? Dus een klein beetje introductie moeten we altijd vanuit gaan. Martijn. Verbinder van mensen, informatie en ideeën. En wat ik eigenlijk altijd het meeste kern vind raken, dat je een stand-up filosoof bent. Zo noem je jezelf volgens mij. Ja, en eigenlijk een van de grondleggers van een oneindige hoeveelheid initiatieven. Waaronder natuurlijk lifehacking. Je hebt boeken geschreven als Nooit Af, Easycratie. En vandaag inderdaad het Permanent Beta Festival hier recht tegenover. Waar je ook een van de oprichters van bent. Ja, geweldig. Ja, al die dingen hadden niet kunnen ontstaan zonder dat Seeds to Meet hier was. Dus het leuke is, ik was al een jaar of 5 bezig met sociaal kapitaal. En uitdenken, wat is dat en hoe werkt dat? En het leuke van sociaal kapitaal is dat als je dat uitgeeft, krijg je er meer van. Maar ja, er moeten wel plekken zijn waar je dat ook makkelijk kan uitgeven. Ja. En ik woonde toen nog in Groningen. En ja, dan als je door het land reist, is Utrecht een hele handige plek. Dus als dit niet in de buurt van een station had gelegen, was dit ook niet ontstaan. Dus dan was voor mijn aandeel, want ik zit hier nu, een belangrijk randvoorwaarde was dat. En het leuke van Seeds to Meet, zeker aan die begintijd, is, je komt niet zo vaak op een plek waar je in de meerderheid bent. Heel Zoals? Vaak, dan kom je ergens en denk je, nou, ik ben gekke dingen aan het doen. En waar zijn anderen die net als ik zijn?
En hier was je in één keer in de meerderheid. En dat is zo'n lekker gevoel. En er was ook nog gratis koffie en wifi en leuke mensen. En dan maakt het geen zak uit wat iets kost of zo, als iemand iets nodig heeft. Dus er ontstond een waanzinnige sfeer in de eerste paar jaar. Ja. Lifehacking.nl is ontstaan vanuit de ontmoetingen hier. Wat gewoon handig was met mensen uit het hele land. De eerste bijeenkomst waar je... Mijn sprekerscarrière heb ik te danken aan kunnen oefenen bij Fris in je hoofd. Heel vaak, ja, geweldig. Ja. Mensen die dat niet kennen, dan heb je hier 400 hysterische vrouwen met allemaal workshops en dingen. En dan moet je maar hopen dat het goed afloopt. Als je dat aan kan je alles aan, toch? Dat is echt, moet je echt... Ja, ik vind vandaag wel weer aardig erop lijken, vind je niet? Ja, nee, die alleen lukte. Minder vrouwen. Ik ben nu wat ouder. Ik had echt zoiets van, oh mijn god, hoe heb ik dat destijds volgehouden? Want het was echt, het zijn wel heel veel prikkels en weinig zuurstof, dat is gebleven. Ja. Maar ook even, ik heb Erwin Witteveen hier ontmoet. Hier daar, aan die tafel aan de overkant. En die ging mij interviewen voor een ander boek. En die heeft toen een artikel geschreven over wat ik aan het doen was. Wat zo raak was, dat mijn vader, die is er inmiddels niet meer, voor het eerst eindelijk begreep wat ik aan het doen was. Toch, die moet ik in de buurt houden. Nou, dat werd Easycratie. Daarna zijn we permanent bedden gaan opzetten. Hij kwam nooit af weer uit. Nou, Ronald kom ik natuurlijk om de havenklap tegen op allerlei podia. Want we denken hetzelfde. Dat is heel leuk. Dan is Ronald heel boos, ja, met zijn vrouw. En dan kom ik op een andere manier precies hetzelfde zeggen. En dan kunnen ze er niet meer onderuit. Dus hij kietelt ze, ik sla ze en omgekeerd. En ja, feesten hier. Dus echt, ja, alleen maar leuk met jullie. Gaaf. Hey Martijn, maar help mij nog een klein beetje. Laat mij ook even nu dit uur even de rol spelen van de cynische journalist. Of in ieder geval de journalist die het beter wil begrijpen. Want het sociaal kapitaal... Komt op hetzelfde neer, toch? Ja, kan wel zo zijn. Maar sociaal kapitaal, maak dat eens wat tastbaarder. Het is heel makkelijk. Als ik jouw leven red, dus als jij gewoon met je auto de plomp in gaat en ik spring erachteraan en ik haal je eruit, dan kan ik je heus nog wel eens bellen. Ja, klopt. Nou, en als je dat in kleinere porties hakt, dan... Dat is sociaal kapitaal. Okay. En het leuke is, als je veel sociaal kapitaal hebt, dus toegang, hè, we leven in een netwerksamenleving. Als je geld weggeeft, dan ben je het kwijt. Dat kennen we allemaal. Maar als je sociaal kapitaal weggeeft, dus jouw toegang tot kennis, tot informatie, tot gunnen, dan maak je aan twee kanten doorgaans mensen blij. Dus als ik toegang heb tot een gratis locatie van Seeds to Meet, want ik heb er een paar keer geholpen, vinden elkaar leuk, maakt niet uit. En jij zoekt voor jou een evenement, een gratis locatie. Je hebt geen budget, maar je doet wel iets wat maatschappelijk relevant is. En content-wise voor deze community de moeite waard is. Had ik zomaar met mijn sociaal kapitaal kunnen regelen dat ze jou niet kennen, maar dat je toch die ruimte gratis krijgt. Dat is geleend vertrouwen. De grap is dat als ik dan een keer ga zeggen, joh, ik wil Fast Moving Targets wel helpen. Stuur maar een rekening, maar ik betaal al even als past. Dat je dan niet boos wordt en een incassobureau stuurt. Precies. Klopt. Dat bedoel ik. Ja. Snap je nou? Waar gebeurt? Eindelijk. Zo. Nee, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk... Dit is hoe je een kritische journalist rustig krijgt. Ja. Ik denk, waar wij elkaar ook in gevonden hebben, is het absoluut continue denken vanuit overvloed. En niet meer vast blijven lopen in schaarste denken. Nou ja, dat loslaten we nu transactiemodellen en kijken naar relatiemodellen. Dus wat dat betreft is Seeds to Meet voor mij voor een deel een soort bedevaartsoord geworden. Ja. Elke keer als ik iets nieuws doe met een boek of zo, dat moet echt altijd hier. En het is sociaal cement voor Nederland. En dat mag best wel eens hardop gezegd en gewaardeerd worden. Want er zouden heel veel dingen niet zijn die heel waardevol zijn voor dit land, als Seeds to Meet dit niet gefaciliteerd had. En daar is echt jullie leiderschap echt een belangrijke rol in geweest. En ja, dat zal wel vaag klinken voor mensen. Maar aan de andere kant, normenschap, al die oude constructen kennen we. Ja. Alleen, dit is dat plus technologie. En dit is wat heel veel mensen in dat Rijnland denken nog niet snappen, niet helemaal begrijpen. Dat de technologie speelt zo'n belangrijke rol in een enorme hefboom zetten op die relaties en die mogelijkheden. Ja. En ja, en als je dan ook nog fysieke ontmoetingen kan faciliteren met koffie, want we blijven in Nederland, en gratis wifi. Ja, dat is echt geweldig. Ja, ik zeg altijd, gratis is natuurlijk niet vrijblijvend. Nee, gratis bestaat niet. Maar kijk, het is heel logisch. Jullie kopen hier zo verschrikkelijk veel koffie in. Ja. Dat die paar 10.000 bakjes extra op weg te geven misschien in Londen. Nee, maakt dan ook niet meer uit. Ja. Absoluut. Als het maar in een goede balans blijft. Dat is uiteindelijk goedkoper. Waar het om gaat. Nee, maar wat jullie aan het begin hebben uitgegeven aan koffie was echt veel goedkoper dan adverteren. Dus by all means een goed idee. Hey, als je 10 jaar, prachtig. Weet je, ik herinner me ook de verhalen uit die begintijd waar jullie als een van de eerste mij vertelden van, kijk, als mensen een goede ervaring geven, gaan ze die delen op sociale netwerken. Dus we hoeven eigenlijk geen marketing te doen, want onze de mensen die hier zijn, die aan het werk zijn, onze klanten, doen onze marketing. Dat vond ik een hele mooie. En er zijn vandaag allerlei mooie voorbeelden hier langsgekomen. Maar als ik nou jou ook hier nog een keer, je hebt eerder vandaag over een toekomst gesproken, dat hier nu vraag, wat is er voor nodig om een netwerk als dit een volgende fase in te krijgen? Hoe hou je iets levend? Of hoe maak je het nog levendiger en groter?
Dat weet ik niet precies. Want ik kom hier toevallig de laatste paar jaar niet zo vaak meer. Want het is zo goed gelukt dat er geen dat te vol is geworden. En ik had gedacht, nou dan nemen ze de rest van de Hoogkaterijnen over. Maar dat is op een manier nog niet gebeurd. Dus ik weet nou, niet waarom. De Social Impact Factory heb je vandaag gezien? Daar ben ik van. Nee, maar de grap is dus, als het te vol wordt, ja, dan wordt het te vol. Ja. Dus ik ben op andere locaties gaan kijken van Seeds to Meet, die ook heel leuk zijn. Eindhoven, jullie zijn er hartstikke leuk. Ja. Maar wat er voor nodig is om die volgende fase te gaan, ik denk dat de pleuris in de samenleving nog wat groter moet worden. En ja, ik zie dat toch wel gebeuren. Dus daar deel ik volledig de visie van Ronald en Marielle. Binnen nu en 10 jaar gaat die samenleving er zo anders uitzien dankzij technologie. En dan gaat iedereen zeggen, goh, waar doen ze het eigenlijk wel goed? En dan kom je bij dit concept uit. Dus een kwestie van tijd. Martijn, ik had beloofd, ja sorry, de volgende vraag mag niet meer. Ik had beloofd tijd een beetje in de gaten te houden. Als ik dan al meteen bij de eerste gast helemaal fout ga, dan wordt dat niks aan het eind van het uur. Nee, je hebt gelijk. Dus fijne avond met z'n allen. Ik moet helaas weer weg. Dankjewel, jij gaat lekker naar de kinderen. Door en ik hoop je over 10 jaar weer te zitten met jullie. Super, dank voor je komst. Kijk onderweg in de trein gewoon verder, want het wordt via alle mogelijke kanalen uitgezonden. Oké, fijne avond. Ja, dankjewel. Wie is de volgende gast die we hier graag willen hebben? Ja. De dame die nu volop zit te twitteren, die mag naar voren komen. Corina de Jong van Railforum. Super. Hey, en waarom is zij belangrijk in dit uur? Ja, waarom niet? Nee, Corina die moest hier zitten. Dat was voor mij een van de dames die ik als eerste op het lijstje had staan eigenlijk. Want ik ben eigenlijk redelijk gefascineerd geraakt. Corina is een van de mensen, eigenlijk de directeur van Railforum. Railforum houdt zich bezig met eigenlijk de belangen behartigen van iedere OV-reiziger. Dus alles wat rondom het spoor gebeurt, daar richten zij zich op. Met een heel klein kernteam doet Corina dat. En wat ik daar heel erg mooi aan vond, is dat herken ik ook in onszelf. Dat je vanuit dat kernteam eigenlijk een enorm waardenetwerk om je heen hebt gecreëerd. Van allemaal verbonden mensen met datzelfde doel voor ogen. En ik denk 2 jaar geleden heb jij de keuze gemaakt, en dat vind ik ook kenmerkend voor hoe jij bent, om je hier permanent midden in dit dynamische bolwerk van Seeds to Meet te vestigen. En een van mijn vragen aan jou is natuurlijk, wat heeft je daar toen destijds toe gebracht? De tijd vliegt, want dan gaat het 4e jaar al in dat we hier zitten. Pak even een microfoon, ja, dat gaat er nog beter. De tijd vliegt. Dankjewel. 4e jaar alweer, zie. De tijd vliegt, want we zitten hier al bijna 4 jaar. En we zijn een kennisnetwerk, dus we leven bij delen van kennis. Alleen, de railsector, openbaar voersector, is een redelijk behouden sector. Veel techniek, veel oud denken. Ja, als we het hebben over waar we het net over hadden, van de oude wereld. Nou, dat is echt in onze sector nog wel aanwezig. En we waren op zoek naar een plek waar onze leden geïnspireerd kunnen raken door mensen die anders naar de maatschappij kijken. Die anders kijken naar vernieuwing, naar mensen in verbinden. Daarnaast, iedereen die bij Seeds to Meet actief is, komt vaak met het openbaar vervoer. Dus je hebt ook tegelijkertijd de eindgebruiker in huis. En ja, last but not least, iedereen hier heeft wel iets te bieden. En daar maken we ook heel graag gebruik van. Ja, kun je daar eens wat van vertellen? Want ik zei, een van die trefwoorden is dat waardenetwerk. Ja. Welke waarden heb jij of hebben jullie hier uitgehaald? Ja, dat begint eigenlijk al met... Nou ja, Martijn Aslander was hier net. Die ons duidelijk heeft gemaakt dat de waarde van iets niet bepaald wordt door degene die het produceert en die het levert, maar door degene die het afneemt. Dat is al heel anders denken in het openbaar vervoer, kan ik je vertellen. Ja, dat weten we allemaal. Maar heel concreet, er zijn natuurlijk hier heel veel zelfstandigen aan het werk die of communicatiegebied, of juridisch gebied, of vormgevingsgebied, of fotografen. Ja, dat zijn allemaal mensen die we normaal gesproken via bureaus inhuren. Maar hier natuurlijk, gewoon als er een klik is, huur je dat soort mensen in. En dat geeft weer hele andere dynamiek. Want die maken weer op een andere manier foto's dan we gewend zijn. Ja, ik vind het ook heel opvallend dat je inderdaad er bewust voor kiest. En je neemt je mensen daar ook echt in mee. Om heel erg midden in die dynamiek te gaan zitten. Ik zie jou eigenlijk nooit achter de schermen. Ze hebben hier een redelijk klein eigen kantoor van waaruit ze opereren. Maar je bent eigenlijk altijd te vinden in de lounge. Ja, ik moet eerlijk zeggen, als je kijkt naar het Future Lab bijvoorbeeld. Ja. Bijna al onze leden zijn daar wel een keer nieuwsgierig gaan kijken. Want daar zie je toch de ontwikkelingen die de toekomst ook voor onze sector bepalen. Ik moet je wel eerlijk zeggen, soms, Martijn zei dat al, soms tuten je oren, is het hoor. Druk? Ja. Dan ben je blij dat je even naar het hok achterin kan.
Want je krijgt zoveel prikkels. En ja, iedereen die hier zit is zo enthousiast over het project of de droom waar hij of zij mee bezig is. Dat je kan daar haast niet op reageren. Ik bedoel, de impact is heel groot. En dat geeft heel veel energie altijd. Hey, als het idee van dit geheel is, dat waardenetwerk. Dus, en ook, het begint juist ook heel ver van geven en dan komt er ook iets terug. Misschien lastig om over jezelf te zeggen, maar wat voor gevoel heb jij dat jullie aan het netwerk geven? Dank u wel. En hoe? Nou ja, je legt verbindingen tussen de oude bedrijven, laat ik het maar zo zeggen, die nog heel conservatief denken. 200 organisaties aangesloten bij Realforum voor de beeldvorming. Ja. En je ziet dat zeg maar voor ZP'ers die hier actief zijn, daar vaak wel een kloof tussen is. Hoe kom je daar binnen? Dus die verbinding leggen is denk ik uniek. Dus nieuwe verbindingen, eigenlijk wat Maya altijd zegt. Daarnaast denk ik dat wij door de thema's die wij agenderen, met name over hoe regel je de governance, de discussie van wat moet je aan de markt overlaten, wat moet je aan de overheid, maar wat kun je vooral aan de mensen zelf overlaten. Ik denk dat dat thema's zijn die de mensen hier ook weer inspireert. En ja, even heel praktisch gesproken, hoe meer bijeenkomsten wij hier organiseren, hoe meer leden van ons hier zalen huren, hoe meer koffie en thee er overblijft voor de lounge mensen. Ja. Dus dat is natuurlijk ook gewoon business-wise interessant. Ja. En wat zij ons ook concreet brengt, is dat ze zelfs nog met het interieur meedenkt. En iedere dag eigenlijk bereid is om met mij te brainstormen over wat er beter kan. Dus dat is sowieso iets wat ik heel erg dat waardeer. Dat heb je als je hier de hele week woont. Ik bedoel dan... Dat wordt erg gewaardeerd. Dan moet je ook de stoel ook een beetje neerzetten zoals je het zelf mooist en prettigst vindt. En et cetera. Hey, ontzettend bedankt. Mijn laatste vraag. Nee, de laatste vraag vervalt weer. Sorry mensen, het is mijn rol vandaag. Iedere keer mijn uitsmijter. Ja, alleen dat ben je Moet met je uitsmijter beginnen. Ja, alleen je bent van mij nog niet af, want bij een verjaardag hoort een cadeautje natuurlijk. Okay, dat mag zeker. Marjelle kennende is het geen cadeautje voor haar. Nee, dat snap ik. Maar ik geef dus iets wat we hier in de lounge kunnen neerleggen. En natuurlijk is het een spel met treinen, dat kan natuurlijk niet missen. Maar dat kan op de spellentafel. Heel tof, dankjewel. Dankjewel. Doe de 1. Ik heb geen tijd voor 3. Hey, alle uitsmijters komen straks aan de bar. Edo en Roy heb ik heel erg graag twee gasten op de bank. Neem plaats. Pak en dan deze microfoon Edo er ook Boonstra bij. En Roy, jawel, Roy Seijers. Wat denken de mensen dan meteen? Familie. Dat is de broer. Klopt dat ook? Nee. Nou, wij hebben elkaar, dat is dus het grappige. Hij komt uit Hengelo, net als ik uit Almelo kom. Dus allebei tukkers als achtergrond. Er zit ook wel echt een bloedverbinding, hè, we uiteindelijk achterhaald. Maar zeg maar, de toevallige ontmoeting die vond plaats bij Seeds to Meet. Dus dat is toch wel heel heel bijzonder. Ja, praat jij er maar gewoon in, dan zorgt de technicus wel dat hij hem aanzet. Schat ik zo in. Anders dan dat het een tukker is en een geen tukker, zal ik ze even kort inleiden. Ja, vertel eventjes wat ze doen. Want Green Badger, volgens mij wat jullie doen met jullie onderneming is dat jullie dienstverlenende organisaties bij voorkeur, jullie maken er ook wel eens uitstapjes in, bij betere salesresultaten en groei helpen. Is dat, raakt dat een beetje de essentie van wat jullie met Green Badger doen? En dan heel erg die duurzame kant. Ja, en betere salesresultaten zodat er een betere wereld ontstaat. Want we geloven echt dat als je de juiste ondernemingen het juiste podium in de wereld aanreikt, dat er op die manier echt iets beters ontstaat. Ja. En moet ik toch eens met jullie spreken, jongens. Want ik zeg altijd tegen mensen, ik kan wel overtuigen, maar ik kan niet verkopen. Dus we hebben er later nog even contact over. Geef eens een concreet voorbeeld. Want wat doen jullie dus? Nou, als je zegt van ik kan niet goed verkopen, dan zou ik zeggen, laten we eens naar die mindset kijken en daar een verandering in teweeg brengen. Zodat je met een andere mind naar verkopen gaat kijken en gaat verkopen. Okay. En daar ben ik van overtuigd dat het gaat werken. Dan heb ik die winst vanavond hier alweer gehaald. Maar geef jullie even uit je dagelijkse praktijk een concreet voorbeeld. Wie is dan jullie doelgroep? Hè? Want jullie willen door verkopen een betere wereld creëren. Dus geef daar een voorbeeld van. Onze doelgroep zijn ondernemingen die zeg maar duurzame producten of diensten in de markt zetten die de wereld beter maken. En die willen wij graag helpen om commercieel succesvoller te worden.
En dat doen we vooral ook door een stuk mindsetverandering. Want daar zit echt de basis wat ons betreft. En hoe ziet dat er dan uit? Is dat een cursus? Is dat een serie gesprekken? Zoals we het hier hebben geregeld, hier bijvoorbeeld open inschrijvingstrainingen voor ondernemers. Hier bij Seeds to Meet uiteraard. Maar we geven ook in-company trainingen en dat kunnen ook coachings zijn. Ja, zowel één op één als voor teams. Misschien kunnen jullie het wat concreter maken door te vertellen wat jullie bijvoorbeeld voor het team van Seeds to Meet zelf doen. Dit team wordt ook door jullie getraind in een commerciële mindset? Ja, ik denk dat... Het leuke is als je team van Seeds to Meet traint, dan train je altijd twee dingen. Je traint de ene kant is van de mensen die de gasten van Seeds to Meet ontvangen. En ook daarmee een stuk commercie doen. Want ik denk dat daar de commercie al bijna begint als mensen binnenkomen. Of eigenlijk daarvoor, maar als ze binnenkomen zeker. En de andere kant is ook dat, en dat vind ik ontzettend leuk, dat in de loop der jaren, want ik geloof dat we hier inmiddels 7 jaar hier in allerlei settings over de vloer komen, dat ook heel veel mensen die we ooit over de vloer gehad hebben, inmiddels naast dat ze hier succesvol gewerkt hebben en dit bedrijf succesvol hebben gemaakt, ook een eigen succesvolle onderneming hebben van de grond hebben getild. En dat, ik denk dat daar het echte resultaat op een gegeven moment ligt, als je samen dingen begint te doen, dat je samen geeft, hey, dit is een perspectief erop en wij geven er een perspectief op en een derde geeft er nog een perspectief op en dan kan het wel. Ja. En ik geloof dat dat echt de basale mindset is die ook in dit, vanaf de eerste ontmoeting in dit bedrijf aanspreekt. Als je een betere wereld wil creëren, zoek mensen die dat ook geloven en doe het gewoon. Precies. Dus jullie zoeken altijd wel naar ondernemingen die die visie met jullie delen, anders ga je er überhaupt niet mee werken. Nee, ik denk dat dat de basis is van vertrouwen we elkaar erop. Hebben we een gemeenschappelijke visie? Hebben we wat gemeenschappelijke waarden ten opzichte van de wereld? En wat is voor jullie dan inderdaad een betere wereld? Ik zit even een beetje over na te denken. Voor mij is het een lekker biertje. Het kan ook een betere wereld zijn. Of een goede film is een betere wereld. Ja, ik geloof oprecht dat als mensen hun passie gaan leven en doen waar ze echt hun hart hebben zitten, dat dat automatisch een betere wereld creëert. Dus dat vind ik het mooie hier van Seeds to Meet. Hier zijn zoveel ondernemers die met hele gave dingen bezig zijn waar ze hun hele ziel en zaligheid in leggen. En dat creëert een betere wereld. En daarom vind ik het ook zo mooi om dat soort mensen te ondersteunen. Maar zit er bij jullie een grens, zeg maar zelf, wie je wel en wie je niet neemt? En waar ligt die grens als klant? Nou, ik denk zeker, als je kijkt bijvoorbeeld naar Roy Comte, heeft ooit in de defensieindustrie gewerkt. Dat zou op zich niet een industrie zijn waar we nu nog die we als klant zouden willen hebben. Dat is een hele duidelijke grens, denk ik. Hoewel zij ook denken waarschijnlijk dat ze aan een betere wereld werken. Ja, maar goed. Maar dat, voor jullie is dat voor ons in ieder geval dat heb ik ook jarenlang verkondigd, maar ik heb ook de andere kant gezien. Ik vind wel, als je zegt, waar ligt het harde criterium? Ik denk dat dat precies is de kant die we niet op willen. Maar het zachte criterium kan zijn van ondernemingen die de intentie hebben om meer te geven aan de wereld dan dat ze eraan onttrekken. En ik denk dat dat iets is dat je in een gesprek van een minuutje of 5 heel goed boven water hebt. Als dan de term euro's en verdienen en exit modellen nog niet gevallen is, zit je vaak op de goede stoel. Ja. Mag ik een vraag stellen? Ja, maar vergeet je uitsmijten niet, hè? Nee, die ga ik dus nu doen, vast. Wat zijn jullie plannen voor de toekomst? Nee. Ik wilde heel graag van jullie weten, toch wel even voor mensen, dat ze daar misschien door geïnspireerd raken. Wij hebben vanuit Seeds to Meet met jullie een zogenaamde social deal. Zo noemen we dat. Hoe werkt dat concreet voor jullie? En hoe is dat uiteindelijk tot stand gekomen? En wat is het? En wat is het überhaupt? Ja. Kun je daar iets over vertellen hoe dat... Op een gegeven moment was de vraag van... Wij zagen hier wat dingen die ter verbetering mogelijk waren op het gebied van commercieel gebied. En dat, jullie wilden dat ook graag. En wij waren ook altijd op zoek naar trainingsruimte en faciliteiten. En daar hebben we elkaar denk ik heel goed gevonden. Zodat zeg maar, wij in ruil voor onze diensten voor het trainen van het team de mogelijkheid hebben om hier onze trainingen te organiseren en te geven. En zeg maar, het uitruilen zeg maar, van de dienst. Jullie hebben een overvloed aan ruimte. En wij hebben een overvloed op het gebied van commerciële kennis en training. Simple as that. Zo simpel is het. Ja. En wat ik het allermooiste eraan vind, is het werkt nu al 7 jaar in diverse trainingen. Dan wel voor het team, voor Seeds to Meet. Dan wel voor de medewerkers individueel. En dan geeft de een weer eens een tijdje wat meer dan de ander. Dan loopt het gelijk op en dan andersom. Ja. En dat gewoon zo lang kan lopen, dat is voor mij... Dus het wordt niet op een weegschaaltje gelegd. Het is op basis van vertrouwen en samenwerking waarin we elkaar versterken. Maar zo zijn er natuurlijk wel heel veel zaken mogelijk. Hey, Seeds to Meet is, dit is natuurlijk een belangrijke plek, maar Seeds to Meet is op veel plekken. Hebben jullie daar ook contact mee? Of is dit voor jullie
is Utrecht, deze vestiging is Seeds to Meet? We hebben met diverse vestigingen hebben gewerkt. En wij leiden wat dat betreft een nomade bestaan qua werkplek, waar dit wel de vaste hub in is. Ja. Maar we zijn ook met enige regelmaat in Amersfoort te vinden. En wat ik leuk aan Seeds to Meet vind, zie je nog andere. Ik kom het steeds meer op zeer onverwachte plekken, heb je ineens een Seeds to Meet locatie. En dat is ook wel heel bijzonder. Ja. Hey, wat is de toekomst voor Green Badger? Hoe gaat die eruit zien als jullie 10 jaar van nu kijken? Ik weet niet of we daar helemaal in zijn afgestemd. Maar in ieder geval, zoals ik het over 10 jaar zie, zou ik het heel gaaf vinden om inderdaad ook internationaal met ons bedrijf gewoon dit soort training te verzorgen. Wellicht op Seeds to Meet locaties in Japan of elders. Dan is eigenlijk nog steeds te doen wat we nu doen, alleen aan een wat grotere schaal. En met heel veel, want dat is, ik zou het heel gaaf vinden om met meerdere mensen dat dan te doen, zonder dat dat in een bepaalde organisatie vorm moet. Ja. Dus een groter netwerk. Roy, sluit je daarbij aan? Of, ja, en als je ons over 10 jaar uitnodigt, dan graag een bank die 2,5 keer zo groot is. Want dan zitten er collega's. Zeven. Ja, precies. Ja. Nou, super. Geweldig. Wij hopen jullie in ieder geval nog lang in ons midden te hebben. Ja, dank jullie wel. Dank. Even kijken. Davy. Ja. Davy van der Water. Nodig om hier plaats te nemen. Pak de microfoon. Want dit is zo'n voorbeeld van een dame die niet alleen hier met enige regelmaat ons weet te versterken in ons service team, maar daarnaast ook een enorm succesvol onderneemster. En eigenlijk, hoe lang geleden ben je nu begonnen met Lekker in een Potje? Want dit is de dame die achter Lekker in een Potje, dat zien jullie op de toiletten regelmatig hier staan. Maar jij mag zelf vertellen wat het is. En, ik krijg er nu een raar beeld bij namelijk. Want ja. Lekker in een potje. Een potje op de, lekker. Zie hier regelmatig op de wc staan. Op de staan. Toiletten. Ja. Ik ben slecht voorbereid. Een lekker potje. Ja. Vertel me even wat het is. Davy, alsjeblieft vertel. Ik ga jullie denk ik heel erg teleurstellen nu wat het echt is. Hey, het is een cosmetica lijn waarbij we eigenlijk... onze kernwaarde is dat iedereen zou moeten weten wat hij op zijn lijf smeert. En daarom zetten we het er ook gewoon op. Niet in inky, niet in het Latijn, gewoon. We willen dat iedereen weet wat hij smeert. En we gebruiken daarom alleen maar natuurlijke ingrediënten. Die je kunt eten. Ja, ik wou net zeggen, vandaar lekker in een potje. Ja, zeker. Hoe ben je daarop gekomen? Of hoe lang geleden ben je erop gekomen? Een jaar of 4 geleden, denk ik, ging ik een challenge aan waar ik een maandje plantaardig ging eten. Dus dat betekent ook geen zuivel en dat soort dingen. En dan moet je elk etiket in de supermarkt gaan scannen. En dan sta je ineens voor het cosmetica vak. En denk je, ja, het staat er gewoon niet in het Engels of het Nederlands op. En dan moet je dat best wel gaan bestuderen. En dan blijkt dat er heel veel water, vulmiddel, plastic, rotzooi. En toen kwam ik ook achter dat de gemiddelde handzeep niet eens vegetarisch was. En toen dacht ik, dit is wel een hele rare industrie waar ik ineens in zit te vroeten. En toen dacht ik, ik wil dit heel anders. En ik ga het gewoon zelf doen. Ja. En toen ben je zelf gaan knutselen, dingen gaan samenstellen. Zoals mijn zoon vaak op YouTube zit te kijken naar spulletjes en zo, dingen bij elkaar doen. Op die manier ben je echt begonnen? Ja, letterlijk aan de keukentafel, huis vol potjes, slaapkamer vol potjes. Heel veel experimenteren. Ook heel veel dat echt de taal niet werkt. Ja. Olie in je shampoo en zo. Nee, dat heel veel gefaalde dingen. Maar ook heel veel dingen die bleken zo goed te werken dat ik dacht, hier moet ik echt dat mee gaan doen. Heel tof. Hey, als je dingen gaat doen, want ik begrijp dat je inmiddels zover bent dat onder meer Albert Heijn was het toch? Ik heb een pitch gewonnen bij Albert Heijn. Ik ben tweede geworden. Maar de prijs is hetzelfde als de eerste. Dus dat is wel heel fijn. Je hebt gewonnen. Ja, vind ik wel. Ja, wij zijn ook. Ja. En als alles volgens plan loopt, maar Avond kan nog wel eens een paar dagen over doen, een keer mailtjes beantwoorden zo. Maar als alles helemaal goed gaat, dan liggen in maart onze deodorant, 3 geurvarianten, in het schap. En dan zijn we echt de allereerste echt natuurlijke deo. En ook de enige die vegan is en die je kan opeten. Eventueel. Moet je niet doen trouwens. Niet lekker. Maar niet lekker, maar het zou wel kunnen. Als je toch, als er geen eten meer is. De uitdaging lijkt mij, als ik dit zo hoor, is zeg maar van idee of de eerste prototype, het eerste werkende ding, naar schaalbaarheid. Hè? Want dat krijg je als je bij Albert Heijn in de schappen moet. Welke dingen ben je daarin tegengekomen? Welke hobbels ben je tegengekomen? Nou, dat Albert Heijn nog enthousiaster is dan wij zelf. Dus dat is wel heel grappig. Want wij wilden met 200 winkels beginnen, vonden we al een hele stap.
En dan zegt ze, ja, maar als je dan in alle handen staat, dan kan niemand je vinden. Dus ja. We beginnen met 460. Dus dat, zo. Maar hoe ga je dat doen? Hoe ga je dat organiseren? Niet meer zelf maken. Nee, wij zijn nu aan je keukentafel. Potjes. Nee, alle eerste recepten worden nog steeds zeg maar, aan mijn soort van keukentafel gemaakt straks. En dan als het recept helemaal oké is. Ik heb ook allerlei vrijwilligers die dat dan gaan testen. Als zij er allemaal blij mee zijn, dan sturen we dat recept nu naar een fabrikant eigenlijk. En voor jullie die gaat produceren. Duizenden potjes. Maar daarover, hoe vind je, dat lijkt me weer een zoektocht. De juiste fabrikant die ook kan leveren wat die belooft. Begin je dan dicht bij jezelf in de buurt? Of moet je dat in het buitenland zoeken? Het zit in Kampen nu. Ja. dat is goed aan te rijden. Maar nee, eentje die ook echt begreep waar we voor stonden. En die mijn verhaal snapte en echt even wilde zitten en meedenken. Ja. En dat vond ik wel heel belangrijk, zeker nu. Niet iemand die zegt, gooi er wat water bij. Dan kunnen we hem groter maken, voor meer verkopen. Dan was ik wel meteen weg geweest. En Albert Heijn gaat je ook helpen met de marketing. Want in het schap is het nog maar één ding. Maar mensen moeten het wel weten dat het in het schap. Ja, ik heb heel erg geluk wat dat betreft. Want de hoofdregisterij is meteen mijn coach. En die gebruikte mijn deo en die is helemaal happy. Ja? Dus dan help ik er heel erg mee. Ja, ze heeft ook een heel mooi verhaal bij deo. Wat wij allemaal waarschijnlijk gebruiken. Waarom je dat vooral niet moet doen. Hè? Wat is nou ook weer het effect van deodorant? Ja, er zijn wel heel veel tegenstrijdige berichten over deodorant. Maar het feit dat je hem niet kan opeten. En dat gewoon bijna alles gewoon je oksel intrekt. En je bloedbaan in en alles. Beter maar niet. Gewoon weten maar niet. Nee, maar dat je ook meer gaat zweten, toch zelfs? Ja, klopt. Het sluit het af. Het aluminium sluit eigenlijk alle poriën af in je oksel. Waardoor je eigenlijk waar alles uit je voorhoofd en je onderrug ineens begint te zweten. Precies. Wat wij komt er dan op andere plekken uit. Het komt er gewoon uit. Ik zeg niet dat je geen deodorant moet gebruiken. Ik kijk ineens heel anders naar mijn deodorant sinds ik dat verhaal gehoord heb. Ja. Echt, serieus. Ja, wat is jouw relatie tot verder, zeg maar nu tot het Seeds to Meet netwerk? Nou, ik heb gisteren deze bank nog op het podium getild met iemand. Ja. Ik werk gewoon 2 dagen per week hier. Daarnaast met alle collega's die ook allemaal ondernemers zijn. Maar nog één leuk ding. Want zij heeft zich ook nog eens aangesloten met haar eigen huis. Bij Seeds to Meet voor locals. En hoe heet jouw locatie? Ja, Potje Vergaderen kun je me vinden. Lekker Potje Vergaderen. Dus daar kunt u ook voor terecht bij Davy. En wat heeft je dat gebracht tot zover? Want dat is nu een tijdje geleden. Ik ben wel een beetje door Seeds to Meet geïnspireerd natuurlijk. Anders had ik er echt nooit opgekomen. Maar ik heb een kantoor aan huis die ongeveer zo groot als dit deel van deze ruimte is. Een kantoor heb je aan huis? Ja, dus je huis is nog een stuk groter dan dat kantoor. Ja. Ja. Nou, dan woon je in een mooi huis. Ik heb geluk gehad. Dit is mijn kantoor. En die kun je dus of als meeting space voor vergaderingen, maar ook 2 keer per maand open voor werkplekken om een beetje te ontmoeten. Super. En werkt dat? Zeker. Dus zeker over toevallig relevante ontmoetingen gesproken. Heb je daar mensen ontmoet al die voor jou weer waardevol kunnen zijn in je business? Of ja, anders? Zeker. Al wat klanten uitgehaald. Ook wat mensen, als ik geen ruimte had, kan ik ze weer hier naar sturen en andersom. Dus het versterkt elkaar heel erg. Super. Dat is wel heel leuk. Goed voorbeeld. Hè? Ja, heel mooi voorbeeld. Hey, maar even aan jou. Ja. Want als ik dit hoor, natuurlijk ontwikkelingen gaan heel erg parallel in deze wereld. Mm-hmm. Als je zelf denkt dat je iets bedacht heeft, heeft iemand anders het vaak al bijna geproduceerd, zeg maar. Maar als ik naar jullie model luister, dan denk ik bijvoorbeeld aan, ik weet wel dat jullie misschien Uber geen fantastisch bedrijf vinden, maar die hebben ook die verschillende, waar je zegt van je hebt de gewone Uber en dan heb je mensen die zelf volgens het Uber-model met de technologie van Uber hun eigen auto in kunnen zetten als taxi. Ja. Moet ik het in het verlengde daarvan zien? Ja, ik vind Uber ook een briljant voorbeeld. Uiteindelijk denken mensen alleen dat het een taxibedrijf is en dat is het natuurlijk helemaal niet, want het gaat veel meer transport regelen voor ons in de breedste zin van het woord. Dus dat taxi is eigenlijk maar de eerste stap. En dat is natuurlijk ook onze visie, dat we uiteindelijk bouwen aan een netwerk van verbonden mensen. En overal waar dat in principe zou kunnen gebeuren, en dat willen we heel graag in ons netwerk onderbrengen. Ja. Dus daar gaat het om, die ontmoetingen. En hoe kijken jullie tegen bij loslaten hoort eigenlijk ook controle loslaten. En de meeste bedrijven van vroeger die we kennen, die willen, als het een franchise model is, moet alles precies aan voorwaarden voldoen en controle. En dat lijkt me geen haalbaar model. Nee, want dat zou je totaal niet schaalbaar maken. En dat past ook helemaal niet bij ons. Wij vinden het juist eigenlijk veel leuker om verrast te worden door lokale initiatieven. En proberen eigenlijk alleen maar dat wat wij kunnen delen beschikbaar te stellen, waarop mensen weer voort kunnen bouwen. En dat dus, het is ultiem loslaten. En dat is natuurlijk altijd gestoeld op vertrouwen. Ja. Wat je hebt in andere mensen. En uiteindelijk vertrouw ik ultiem op de kracht van mensen en op de goedheid van mensen. En laat mensen elkaar maar aanspreken daarop. Ja,
Mooi. Heb je nog een uitbrander? Ik wilde heel graag nog eventjes dat lekker potje vergaderen van jou horen wat je dat oplevert. Ja. Nee, eigenlijk niet. Leuk ja, dat ik vind het een prachtig verhaal. En ik hoop dat het... Je hebt iets heel goeds bedacht. En je hebt de rest ook nog mooi voor elkaar. Dus een dat klinkt als een voorbeeld van vliegende wat start in ieder geval. Gebeurt. Dankjewel, ja. David. Dankjewel. Mirjam Burger is de volgende. Mirjam doen? Ja, dat is Ariane en Mirjam. Van harte nee, dit is welkom, helemaal Mirjam. Goed. Jij hebt helemaal gelijk, want Matthijs Aslander, die net nog in de trein zat mee te kijken, die wilde per se als eerste gast. Hij moest gewoon naar huis. Dus toen heb ik een beetje omgegooid. Ja, dus ik zit eigenlijk mijn eigen onvermogen nu op Martijn Aslander af te wentelen. Dat is eigenlijk wat ik eigenlijk wel. Welkom. Dankjewel. Super dat je er bent, Mirjam. We kennen elkaar eigenlijk al best lang. Doet als je naar de timeline kijkt, ik weet niet waar het ongeveer zat, maar denk ik. Was jij 7 jaar geleden betrokken als een van de locatiemanagers van de Haagse Toren, Sietsemiet in de Haagse Toren. En dat was in het begin ook echt een fantastische dynamiek. Dat heb je ongeveer een jaar gedaan. Ja. Toen bleek het toch uiteindelijk niet te zijn waar jij je ei in kwijt kon. En ben je verder gegaan als zelfstandig onderneemster. Ja. En na een heel aantal omzwervingen, zijn we elkaar weer tegengekomen en heb je eigenlijk een hele tijd vanuit jouw vakgebied meegedraaid bij Sietsemiet International. Ja. Zeker een jaar. Bij internationale expansie heeft Mirjam ons geholpen om eigenlijk daar salesactiviteiten, communicatieactiviteiten te doen. En, dus we kennen elkaar al heel wat jaren. En zeker. Eigenlijk een van je laatste projecten die je vanuit Sietsemiet International rechtstreeks hebt gedaan, dat is eigenlijk de uitrol van de macrowinkels, die eigenlijk een transitie hebben doorgemaakt, omdat ze een betere verbinding met ondernemers, ik doe het even heel kort hoor, ondernemers wilden maken en hebben daarvoor... Versie? Ja, zeker. Dit is de elevator pitch. Dat kan echt nog veel langer. Wat was je vraag? Dus, netwerkcafés midden in die winkel, en dat heeft Mirjam gedaan, en eigenlijk op die manier hier terechtgekomen bij het nieuwste initiatief. En daar wil ik je heel graag natuurlijk wat meer over horen vertellen. Spindel, vertel. Spindel. Nou, Spindel is eigenlijk een ondernemerscollectief. En feitelijk zeggen we, wat we gaan doen is innovatie van hoe dan naar doe dan. Dat is eigenlijk een hele korte pitch, denk ik. Ja. Met het idee daarachter, en dat wie, merk jij dan? Ook. Precies. Marielle, jij weet ook, hè, op het moment dat er bedrijven in de markt zijn en die zoeken eigenlijk, zijn heel probeer erg zoekende. Probeer je microfoon ietsje dichterbij. Ja, tuurlijk. Die zijn heel erg zoekende van, oké, ik moet vernieuwen, ik moet relevant blijven voor mijn doelgroep, maar hoe dan? Ja, want er is inspiratie te over, er zijn verhalen zat, maar dan die vertaalslag maken naar die dagelijkse praktijk. En daar, dat merk jij ook in jouw gesprekken, dat bedrijven daar best moeite mee hebben. Ja. En het grappige is dat het project wat we voor Macro Nederland hebben gedaan, hè, er lag een hele concrete vraag. We willen eigenlijk gewoon weer in contact komen met onze originele doelgroep, de ondernemer. Wie is die dan? Wat wil die dan? En hoe kunnen we dan waarde toevoegen echt als Macro Nederland? En dat en eigenlijk hebben we gewoon een soort labomgeving gecreëerd binnen Macro. Als een soort innovatieclubje, als een soort add-on tegen de Macro-organisatie aan. En zijn we gaan leren met ze. Dus we zijn gaan doen vooral. We zijn gaan experimenteren, we zijn gaan testen. En we zijn gaan leren met elkaar. En dat was een ontzettend leuk traject. En dat zijn we nu aan het afronden. En daar is een enorm mooie innovatiecase. En gedurende dat traject hebben we tegen Macro gezegd van... jullie hebben heel veel verstand van pottenpindakaas verkopen. Zo zeggen ze het zelf altijd. Maar als je nou echt inhoudelijk iets wil bieden voor die ondernemer, hè, voor die klant... dan is het gewoon slim om een aantal partijen die wel dat inhoudelijke programma kunnen bieden bij elkaar te krijgen. En dat is eigenlijk ondernemerscollectief Spindel geworden. Want we dachten van, nou, als we dit voor Macro Nederland kunnen doen, kunnen we dat ook voor andere partijen doen. Hey, en collectief, wat houdt dat in jullie geval in? Dat is eigenlijk gewoon, het zijn allemaal vernieuwingsgerichte ondernemingen. Daar zit Sietsemiet bij, maar daar zit ook een Yellow Walnut bij qua trainingen. Daar zit een Team Academy bij, dat is een hele vernieuwende HBO-ondernemersopleiding. Het is ook leuk dat het eerder over onderwijs ging, want dat gaat met name over gepersonaliseerd opleiden. Dus dat is eigenlijk heel erg de toegang tot een nieuwe generatie. Ja, facilitating en wisselende company, samenstellingen helpen jullie bedrijven. In feite wel. Dus we vormen steeds gelegenheidsteams. De vraag van de partij staat centraal. En daar gaan we over sparren. En dan gaan we vooral doen.
Ja, wat we gemerkt hebben, dat is even als aanvulling daarop, is dat inderdaad Macro zich aangesloten heeft bij Seeds to Meet. Eigenlijk een soort mini-powered by Seeds to Meet locaties, ja, midden in die winkels heeft gezet. En dat is ook waar Mirjam eigenlijk in dat project betrokken is geraakt. Dan vervolgens komt die vraag, hoe doe je dat dan? Ja. Wat ga je dan? Hoe ga je die beweging in zo'n netwerk krijgen? Nou, en dat is natuurlijk essentieel. En wij hebben hier bijvoorbeeld een omgeving waarin dat heel erg zelforganiserend werkt. Maar zij komen natuurlijk nog van ver. En dat is eigenlijk wel de reden dat geweest dat zo'n spindel... Is het ook. Want jullie, je creëert hier eigenlijk een groep gelijkgestemden. Ja. Hè, mensen die allemaal op een bepaalde manier met elkaar eens zijn. Ja. Hè, van dat het anders kan en anders moet en hoe dan. En je loopt het risico dat eigenlijk het gat groter wordt, ja, tussen de wereld eromheen. Nou ja, je merkt dat ons model er dan heel goed bij helpt om uiteindelijk ook sociaal kapitaal in de transactie te betrekken. Dus dat als er gewerkt wordt op dat netwerkplein, dat mensen dan echt, weet je, een keuze maken. Hoe me openstellen voor een ontmoeting, en dat is nog helemaal nieuw. Maar dat moet je mensen leren. Dus dan komt er, ja, vervolgens een stuk begeleiding in die verandering bij kijken. En een stuk programmering helpt. Ja, dat komt dan nog niet uit die winkelmanager zelf. Nee. Dus daar is het idee geboren, denk ik. Van daar zijn veel meer ondernemers die uiteindelijk... Ja, je kunt ze gereedschappen aanreiken. Maar je moet ze ook nog leren werken met die gereedschappen. En wat vaak gebeurt is, als mensen ergens werken of ergens aan verbonden zijn... Is dan als ze uit elkaar gaan... Dat ze ook uit elkaar gaan, zeg maar. Wat heeft ervoor gezorgd dat jouw relatie met Seeds to Meet sterk is gebleven? Ja, dat is eigenlijk een kwestie van continu met elkaar in gesprek blijven. En op de hoogte blijven van elkaars behoeften. Van waar ben jij aan toe en waar is de andere partij aan toe? En ja, ik vind het ontzettend leuk om daar ook een verbindende rol in te spelen. Ja, dus dat zijn eigenlijk de kernwaarden. Het gaat allemaal over verbinding en vertrouwen, ja, en... Lef vooral ook en groei. En daar zijn eigenlijk al deze partijen het gewoon over eens. Dat staat als een paal boven water dat die technologie prachtig is, maar vooral dienend. En dat die menskant met name ook belicht moet blijven. Ja. En dat je dus met elkaar die gemeenschapszin moet gaan creëren. Ja. Hey, een belangrijk ding is... gaat wel komen. Ja. Een belangrijk ding hierbij is, het gaat toch heel vaak over is cultuurverandering, hè? Ja. De cultuur veranderen duurt lang. Ja, heb jij geduld? Niet zo heel erg. Dus misschien moet ik vooral die beginfase doen en dan het lekker overdragen. Mensen die daar dan weer heel erg goed in zijn. Ja. En dat is het leuke van werken in dit soort netwerken. Dat je dus gewoon ook echt die collectieve kracht en die collectieve intelligentie van mensen kunt benutten. Ja. En dat vind ik ontzettend leuk. En dan maak je met elkaar een heel mooi project. Dan ben je echt bezig om waarde te creëren met elkaar. Laatste vraag. Ja, mijn laatste vraag aan jou is eigenlijk... wat zijn jouw persoonlijke ambities? Los van, je kunt voor een deel in spindel kwijt... maar hoe ziet jouw leven eruit over, laat ik zeggen, 5 jaar? 10 is al ver. Dat vind ik altijd een hele lastige vraag. Gewoon, wat wil je later worden als je groot bent? Ja, dat eigenlijk. Maar ik vond het zo raar om dat te vragen. Ja, ik roep wel eens van mijn leven hangt een beetje aan elkaar van Pippi-acties. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. En eigenlijk vaar ik altijd gewoon heel erg op mijn intuïtie. En natuurlijk heb ik best doelen en ambities. En die liggen dan vooral toch ook weer op dat menselijk vlak. Ik leer steeds meer op mijn intuïtie varen. En dat blijf ik gewoon doen. En dus het is misschien nog meer kansen grijpen waar ze voorbij komen. En ondertussen stevig blijven bouwen aan netwerken. Dankjewel. Dank dan vragen we nu Arianne, Wienke en Vincent Arendt. Pakken jullie allebei even een microfoon hier van de tafel. Die liggen op je te wachten. Wie zijn dit? Ja, dit bedoel, hier kan ik een heel verhaal over vertellen. Over houdt allebei. Dus, wat is de korte samenvatting? Ja, de korte samenvatting is dat zij één gemene deler hebben. Ze hebben allebei voor ons gewerkt. En werken nu allebei met ons. En dat vind ik eigenlijk altijd wel heel gaaf om te zien. Want dat zien we eigenlijk regelmatig. Dat mensen op een of andere manier geïnspireerd worden natuurlijk door dat wat andere mensen hier ook doen. En Arianne is in iets eerder stadium is er voor zichzelf verder gegaan. Haar grote talent zit in storytelling. Ze heeft vandaag ook de pitches begeleid, mensen daarin gecoacht. En volgens mij heb ik uitbesteed. Ja, ik weet niet wie er gewonnen heeft. Ik heb Madelon heb ik uitbesteed, want Edo is ook hier in de zaal of niet? Ja. Edo heeft natuurlijk als pitcholoog dat gewoon in hele goede banen geleid. Dus je moet op een gegeven moment ook je plek weten. Ja, Marianne, achtergrond Hoger Hotelschool, dat hadden wij gemeen. Ze is daarna sales en marketing gaan doen. Echt al heel lang geleden, in de tijd dat we nog in Maarsen gevestigd waren. Dus dat is echt een ver for seats to meet in ieder geval.
En Vincent heeft eigenlijk vanaf het begin bij de wieg gestaan van onder andere Fris in je hoofd, al vaak voorbij gekomen. Daar is hij na zijn masters communicatie een project voor gaan doen, geloof ik. Ja, klopt. En blijven hangen. Dus heel belangrijk. Eigenlijk Vincent was, niet, ja. was in onze kernploeg niet nee. weg te denken. En toch hebben we een vorm gevonden ik waarin heb dat heel van goed hem werkt. Gekocht. Ja, echt. Nou, dat soort hij dingen. Repareert ook fietsen namelijk. Ja, dat deed hij al. Ja, ja. En oude auto's. En ja. wat doet Vincent niet? Ja. Maar wat ik wel heel gaaf vind, is dat, dat Vincent nu nog steeds verantwoordelijk is voor alle magazines die wij hebben. Dus eigenlijk het Seeds to Meet magazine, het Society 3.0 magazine, maar ook het Social Impact Factory magazine. En dat je ook weer mensen als Robert Davenschot aan een website helpt. Dus ook, ja. je eigen bedrijf nu met ook weer een ex-Seeds to Meet collega. Ja. Ja. Dus dat is wel heel tof. Vertel eens wat je nu zoal doet. Ik ben nu met name bezig met het ontwikkelen van websites en apps. En dan met name het voortraject, dus het interactieontwerp, klikbare prototypes, dat soort dingen. Deed ik ook al wel redelijk voor Seeds to Meet, maar ik heb daar nu wel een focus in gevonden. Ja, want customer journeys, dat is eigenlijk wel de expertise ja. waar Vincent zich de laatste jaren bij ons ook heel erg op is gaan toeleggen. Kun je ja. daar een voorbeeld ja. van noemen? Leuke partij waar je op dit moment voor heel veel werkt. Voorbeelden. Ik heb bijvoorbeeld voor een grote woningcorporatie gekeken naar de klantreis van hun website. En die kwamen er eigenlijk niet heel toevallig. Maar wel, met onze hulp kwamen ze erachter dat het grootste, persoon die de website bezocht, degene was die de woning zocht. Dus die op zoek was naar een huis. En die dat met name op zijn mobiele telefoon deed. Met name tussen 8 en 9 en tussen 5 en 6. En dan zitten ze in de bus of in de trein. En dat was eigenlijk alles behalve waar hun website voor gemaakt was. En je ziet eigenlijk heel vaak, en dat heb ik hier wel geleerd, dat Seeds to Meet een van de weinige bedrijven is die echt denkt vanuit de klant. En dan vind ik klant eigenlijk het verkeerde woord, maar als het even traditioneel benaderen, echt denkt vanuit de klant en vanuit die manier kijkt van oké, hoe kunnen wij ons daar op richten? En ik werk nu, en dat is soms best frustrerend, maar ik werk nu vaak voor organisaties die vooral bezig zijn met wat willen wij nou naar buiten brengen. Rijken, ja. En dat gaan we allemaal doen. Ja. En dan komt er ergens nog een keer een gebruiker voorbij. Ja. En nou, dat proces verbeter ik dan. Die school waar jij het over had, want het programma wat ik heb, Topnames, daar komen eigenlijk allerlei ondernemers die allerlei andere dingen zijn gaan doen. Maar heel vaak, best wel vaak, die hotelschool is daar ja. een rol in. Want ik wou zeggen, daar zit natuurlijk in die opleiding, ja. zit dat natuurlijk heel erg. Hè? De klant centraal stellen. Heb jij dat, is dat ook wat jij er zeg maar, van hebt meegenomen? Ja, in de hospitality gaat het natuurlijk om, wat kan ik voor je doen? Ja. Dat is eigenlijk de eerste vraag, wat kan ik voor je doen? En dat is ook iets wat je gewoon meeneemt eigenlijk in je zijn. Ja. En als je een echte hotello bent, nou, maar jij ooit hotello van ja, jaren. Ja, de prijs gewoon echt, hè? Ja. Dan hoor je de natuur. Tweede natuur. Ja. Nee, dat is absoluut waar. Dat heeft Ronald en ik hebben dat ook allebei gemeen, hoger hotelschool achtergrond. En het denken dan in, je eigenlijk altijd openstellen voor een ontmoeting. Dat zit dan natuurlijk genetisch in je. Ja. Dat wordt ook heel erg gevoed. Daar moet je ook al een type voor zijn, omdat je anders niet naar de hotelschool gaat. Maar dat is absoluut iets wat, wat gewoon enorm helpt. Maar even terug naar Rianne. Want ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd. Jij hebt natuurlijk op ons verzoek heel erg veel bijzondere mensen in ons netwerk mogen interviewen de afgelopen maanden. Al die verhalen staan in het Seeds to Meet magazine. Die ben jij ook weer tegengekomen. Ja. Wat is je daar het meest van bijgebleven? Oh, moeilijk. Er komen nog een heleboel interviews aan, dus blijf ook lekker lezen. Nou ja, weet je, één verhaal dat natuurlijk uitspringt, dat is het verhaal van Niels. Dat was ook de enige bij wie ik thuis ben geweest. Ja. Niels Schuddeboom. De enige bij wie ik zelf op bezoek ben gegaan. Normaal waren de inspiraties hier of op andere locaties. Dat was natuurlijk een heel bijzonder verhaal. En ja. dat maakt het sowieso indringend en innemend en heel intiem ook. Het maar niet iedereen kent het verhaal. Ja, wie kent Niels Schuddeboom? Ja, maar dat is prima. Dat zijn toch wel heel veel mensen. Ja, maar we maken het niet even voor jouw beeld. Nee, weet je. We maken het niet alleen voor de mensen die hier zitten. We maken het ook voor de mensen die nu meekijken en de mensen die het morgen zullen we daar kort iets over bekijken. Vertellen? Ja. Kun je dat heel kort? Nou, Niels is op dit moment heel ernstig ziek en gaat het helaas niet lang meer maken. En dat is echt heel ernstig. Maar Niels is ook gewoon die, nou ja, vul me vooral aan, maar die humorvolle, gezellige, leuke, ja, amicale man die hier gewoon bij Seeds to Meet altijd kwam. Die man in die rolstoel die binnenkwam en je helemaal inpakte. En die ook tegen je zei van, weet je, laat mij dat maar regelen. Want tegen mij zeggen ze geen nee.
Dat dus is Niels. Enorme inspirator die echt, denk ik, baanbrekend werk heeft verricht in de zorg. In het veld waar hij helaas afhankelijk van is geweest zijn hele leven. En eigenlijk tegen allerlei, noemde hij dat, paarse krokodillen aanliep. Maar hij liet zich nergens door, hij laat zich nergens door weerhouden. Zo ken ik hem ook. Nee, maar vervolgens is dat natuurlijk wel gebeurd. Hij liep tegen allerlei dichte deuren aan. En heeft er uiteindelijk heel hard voor gevochten om mensen die in dezelfde positie als hij zaten te helpen. En die regelgeving open te breken. Nou, dat heeft ons in ieder geval, daar wil ik toch wel even dit moment voor gebruiken, toegebracht om vandaag ook echt een oproep aan ons netwerk te doen. Niels loopt hier al sinds, ik denk 10 jaar geleden. Hij heeft daar ook heel mooi over verteld in het interview met Arianne. Maar wij hebben in ieder geval gevraagd van wat is op dit moment je belangrijkste wens nog? En wat hij eigenlijk aangaf is eigenlijk het vullen van het fonds voor zijn zoon Sepp, die net 2 is geworden afgelopen week. Zodat hij in ieder geval een zorgeloze toekomst kan ingaan. Dat was eigenlijk wel zijn diepste wens. Dus vandaar dat wij vandaag hebben gezegd van er is een crowdfunding campagne. En ik zou jullie ook allemaal van harte willen vragen om daar toch nog even naar te kijken. Mocht je nog niet gedoneerd hebben. En laten we in ieder geval op die manier die zorg bij Niels wegnemen. Ja, af en toe zet hij hem gewoon uit. Ja, ik vind het jammer, Reinier, maar ik wil gehoord worden. Maar goed, inderdaad. Zoek het even op. Is op de website te vinden, alle informatie daarover. Op de 10 jaar Seeds to Meet site. Ja. Hey, een korte vraag naar jullie tot slot. Jouw laatste vraag mag even niet meegenomen worden nu. Want we hebben nog een paar laatste gasten. Als er één ding is wat je geleerd hebt van Seeds to Meet, wat is dat dan? Altijd terug te gaan naar de kern. Waarom doe ik wat ik doe? En jij, Vincent? Ja, voor mij is dat echt werken in een netwerk. Dus een soort organisatie van de toekomst vormgeven. En af van de traditionele gebaande paden. Ik dank jullie heel erg. Ik ook. En we vragen nu een applaus natuurlijk voor deze 2 gasten. Ja. En de uitsmijter. En dan sluiten we af met een drietal... Tweetal. Twee van de drie zijn hier aanwezig. Ja, Marcel en Luc, mag ik jullie uitnodigen om als laatste, als uitsmijter haast... Helemaal uit het zuiden. Hoewel Marcel stiekem... Helemaal uit het zuiden. Uit het verre zuiden. En Belg. Helemaal. En een Utrechter. Helemaal Den Bosch of helemaal uit... Om jullie hier pak jullie even allebei even een microfoon. Helemaal uit het zuiden. Dat moeten jullie nou je hele leven al... Het schijnt altijd verder weg te zijn hier vandaan naar het zuiden. Dan absoluut. Andersom. En in Noorden geldt dat ook voor. Maar deze heren zijn ook eigenlijk begonnen 7 jaar geleden met een van de eerste Seeds to Meet locaties buiten Utrecht. Seeds to Meet op Strijp S. En wij hebben eigenlijk de afgelopen jaren natuurlijk heel intensief contact met elkaar. Maar na Seeds to Meet Strijp S hebben zij ook de Seeds to Meet locatie in Den Bosch op het station van de NS overgenomen. En eigenlijk bouw alleen maar door aan een groter waardennetwerk in het zuiden van Nederland op dit moment. Maar de nieuwste aanwinst die gaat eraan komen. En daar wil ik jullie natuurlijk toch wel heel graag iets over horen vertellen. Waar, Luc? En wanneer ongeveer? Vertel. Als ik dat wist. Ja. Nee, kom. Doelen. Nou, Tilburg. Tilburg komt eraan. Dus wij hebben een fantastische driehoek gaan wij creëren. Eindhoven, de Brains. Ja, sorry mensen, maar het is wel zo. Brainport. Den Bosch, de provincie, het geld. Laten we wel wezen. Carnaval. En ja, de carnaval. Carnaval, goed bier. En Tilburg, stof. De doeners. Dus wat is Tilburg, sorry? De doeners. Ja. Tilburg zijn de doeners. Dus wij krijgen een fantastische mooie driehoek bij elkaar. En ja, dat gaat gewoon ontzettend veel kennis delen opleveren. Ja. En om op jouw vraag te antwoorden, zoals het er nu uitziet, 1 januari 2019. Ja, hè? Toch wel. Officieel nog niet, maar in de wandelgangen heb ik dat wel vernomen. Ja. Wat onder de locatie of niet? Want waarom duurt het zo lang? Precies. Waarom duurt het zo lang? Ja? Heeft dat met de locatie te maken? Ja. Dat heeft met de locatie te maken. We zitten in de spoorzone. En momenteel wordt er gerenoveerd. We zitten in een prachtige industriële omgeving. Ja. Daar staat hij ongeveer. Ik heb een foto van jullie opgehangen. Ik kwam anderhalf jaar geleden. Volgens mij hebben jullie anderhalf jaar geleden ongeveer deze poster opgehangen. En ik kwam hier binnen en ik dacht, verdomd, ze zijn bij ons gaan fotograferen. Ja. Maar dat was niet waar. Maar het ziet er zo wel uit. Ja. Ja. Alleen het is nog 3 keer zo hoog en het is nog 2 keer zo breed. Ja. En het wordt gigantisch. Het wordt de mooiste locatie die Seeds to Meet kent. Wat ik heel gaaf vind, moet je hem zien. Wat ik heel gaat naast zijn schoenen lopen, joh, die Belg.
Is Ronald vertelde vanmiddag natuurlijk over onze visie op hoe een toekomstige locatie er wat ons betreft ook uitziet. En dat dat toch echt wel co-living, co-working, gecombineerd is met wonen. En eigenlijk alle functies samen. En dat vind ik ook heel erg gaaf. In de spoorzone volgens mij krijg je dat ook typisch. Dat is natuurlijk op die stations ook al zo, dat er allerlei functies bij elkaar zitten. Maar in dit geval kun je vertellen over wat er nog aan... Ja, Marcel, jij mag zo meteen ook nog uitgebreid wat vertellen, hoor. Ook al zijn we door de tijd heen. Ja. Ja. Toch wel. Nou, in de spoorzone is natuurlijk... Het wordt een beetje een kopie van Strijp S. In Strijp S is natuurlijk een voortgang geweest. We wonen daar, er wordt gewerkt, er wordt samengewerkt, er wordt gefeest. Er is van alles en nog wat te doen. Nou, in de spoorzone in Tilburg zie je precies hetzelfde gebeuren. Er wordt gewerkt, er wordt gewoond. Nu nog minder, maar er komen woningen. De grote TU, de Technische Universiteit... Nee, dat is geen Technische Universiteit, dat is gewoon universiteit, hè. Die andere is in Eindhoven. Hè? Oh, Tilburgse Universiteit. De Tilburgse Universiteit gaat daar wonen. Er worden smart labs opgericht. Die komen precies naast ons zitten. Die hebben het al over flyover met Seeds & Meet. Want we moeten daar wel mee connecten en zo. Dus, ja, en een bibliotheek. Ja, er gebeurt van alles. De bibliotheek van de toekomst wordt er ingericht. Ja, gewoon helemaal. Het past helemaal in ons straatje. Ja, we zijn er heel blij mee. Straks zijn jullie zijn met z'n drieën? Ja. En jullie ondernemen deze initiatief ook gezamenlijk. Ja. Dus jullie zijn straks een grote Seeds & Meet partij, hè? Ja. Maar kun je eens vertellen, want je hebt Seeds & Meet als groot begrip. En je hebt dus jullie die met elkaar bezig zijn. Maar wat is jullie visie, jullie eigen visie op wat jullie aan het doen zijn? Want waarom doe je dit in die verschillende plekken? Wat wil je bereiken? Ja, nou ja, allereerst, en je merkt het al als je hier bent. Dus complimenten trouwens ook weer voor wat jullie vandaag hier hebben neergezet. Leuk, en dit is, ja, dit is een beetje wat Seeds & Meet brengt. En daar wil je alleen maar meer van. Dus het is een soort verslavend gevoel waarbij mensen bij elkaar zijn om met elkaar sterker te worden. Ja. En als mensen met elkaar sterker worden, dan ben je per definitie bezig om elkaar te liften. En elkaar de ruimte te geven om elkaar een zetje te geven in de richting... belangeloos eigenlijk, om beter te worden. En de andere Seeds & Meet locaties naast onze eerste Seeds & Meet locatie in Eindhoven... dat was niet zozeer omdat wij nou zo graag aan schaalvergroting wilden doen... maar omdat dingen op ons pad kwamen. En omdat dingen ons gegund werden. En ook weer dankzij jullie, maar omdat dingen naar ons toe kwamen... en waarbij wij zeiden van, nou, weet je, dat lijkt ons leuk om te doen... Dus wat je eigenlijk aan het doen bent, is je bent aan het meebouwen, net als iedereen die hier zit, meebouwen aan dat ecosysteem om gewoon een mooi geheel te maken. En dat is niet zozeer gedreven in wat wij nou willen, maar het is meer gedreven in wat leuk is op dat moment. Dus ik denk dat het daardoor komt dat je ook die kansen aangrijpt die op je afkomen en daar ook in doorgaat. Dus jullie doel is niet 10 vestigingen en langzaam steeds noordelijker oprukken? Ja, heel Nederland. En Utrecht erbij pakken? Nou ja, voor mij zou dat handig zijn, want ik woon hier ongeveer 5 minuten fietsen vandaan. Ja. Dus voor mij is het altijd een hele reis om naar het zuiden te gaan. En ook wel weer verfrissend om in het zuiden te komen. Maar dat is niet mijn doelstelling, nee. Ja, ik vind dat eigenlijk wel hele mooie slotwoorden. Zo, ik krijg er bijna, ik word helemaal stil van, joh. Mooi gezegd. Want dit is wel... Kunnen we dit even noteren? Nou, ik ben hier ook heel blij mee, want ik ben op 6 over 8 begonnen. En het is nu 6 over 9. En jij zou time management doen, dus, maar dan zeg ik gewoon... Dat doe jij dat helemaal. Briljant. Hey, ja, jullie ontzettend bedankt. Ik heb voor jou nog wel 1 laatste vraag. Ik vind het hartstikke leuk om een uurtje te praten over hoe mooi het is en hoe goed het gaat. En je zei van al die mensen met wie je samenwerkt. Heb je in de afgelopen 10 jaar ook je tegengewerkt gevoeld? Oh ja. Ja, nee, we hebben dat net nog in een interview benoemd. Dat je best wel af en toe een beetje irritatie of jeuk krijgt van mensen die het gewoon niet begrijpen. Die het niet lijken te zien of denken dat er een addertje onder het gras zit. Die het gewoon inderdaad niet vertrouwen. En dat zijn toch bijna altijd mensen wel uit een ander referentiekader, laat ik het zo noemen. Wij noemen dat dan gevestigde orde. Maar de organisatiestructuren die gewoon, ja, ik denk af en toe ook, die gewoon onder een steen hebben gelegen.
En heel nodig wakker moeten worden, want anders gaat die steen ze echt verpletteren en dan bestaan ze niet meer. Nee. Dus, maar dat is absoluut frustrerend, dat je soms denkt van, dit... Nou, prachtig dat jullie daar uiteindelijk je niks van aan hebben getrokken. En dat geldt eigenlijk voor jullie allemaal hier. Jij erg bedankt voor de gastvrijheid. En eigenlijk zou ik willen zeggen, klap allemaal voor jezelf. Want jullie zijn het Seeds to Meet netwerk. En dank jij wel. Ook.